Ik ben Jip Saris. Ik run samen met mijn vader en moeder Saris Vieke 4 in Valburg. Hallo, ik ben Liesbeth Cornelissen. Ik ben getrouwd en ik heb 3 fantastische meiden. En een leuke schoonzoon. Ik ben Joop Hooghakker. Ik ben aannemer in Heteren. Ons bedrijf bestaat al zo'n 100 jaar. Mijn naam is Dennis Roos en ik ben werkzaam op de regionale meldkamer Gelderland-Midden. Jip, Liesbeth, Joop en Dennis. In het dagelijks leven hebben ze ieder hun eigen activiteit. Maar in datzelfde dagelijks leven hebben ze 24 uur per dag iets gemeenschappelijks. Ze maken alle 4 deel uit van het korps Vrijwillige Brandweer Overbetuwe. Het brandweerkorps Overbetuwe telt circa 100 brandweermannen en vrouwen die werkzaam zijn op de 5 Overbetuwse kazernes. De kazernes staan in Elst, Valburg, Oosterhout, Heteren en Zetten. Het brandweerman of vrouw zijn vraagt veel kennis en vaardigheden. De brandweer moet immers paraat staan voor de meest uiteenlopende calamiteiten. Het op peil houden en verbeteren van die kennis is een van de belangrijke activiteiten van het korps. Wat betekent dat nou, dat brandweerman of vrouw zijn? Waar komt bij Jip, Liesbeth, Joop en Dennis die passie voor het vak vandaan? We nemen met Jip, Liesbeth, Joop en Dennis een kijkje in de wereld van brandweer Overbetuwe. Dennis maakt het brandweervak in al zijn aspecten mee. Enerzijds als lid van de Vrijwillige Brandweer Overbetuwe en in het dagelijks leven als centralist brandweer bij de regionale meldkamer Gelderland-Midden. Vanwege die directe samenhang nemen we eerst even een kijkje op de meldkamer. Nou Dennis, je hebt je net voorgesteld en we zitten momenteel in de meldkamer, hè? Klopt. Kun je mij iets vertellen? Wat zien we hier allemaal? Hoe werk je hier? Nou, de meldkamer. We zitten op een multidisciplinaire meldkamer voor de brand, de ambulancedienst en de politie. Ja. De belangrijkste beeldschermen waar we mee werken, dat is eigenlijk de rode draad van de meldkamer. En dat is een soort, het zogenaamde GMS-systeem. Dat staat voor geïntegreerd meldkamersysteem. Waarop alle eenheden en alle disciplines, zowel brandweer, ambulance als politie, met elkaar mee kunnen kijken in de meldingen. Oh ja. Dat heeft als voordeel dat de vooringeprogrammeerde incidenten en meldingen al gelijk aangemaakt worden. En dat het systeem ziet van nou, ik moet ambulance meesturen, brandweer meesturen of politie meesturen. En of nu de politie de melding aanmaakt of de brandweer of de ambulancedienst. De drie disciplines die werken toch met elkaar samen en dat versnelt alleen maar het proces en de versnelde alarmering. Dat zijn deze 3 beeldschermen, 3 GMS en een soort plattegrond, een soort gittig is, waar ook aangestuurd wordt. Dan kunnen wij gelijk zien de aard van de melding, waar vinden ze het waterwind plaatsen, wat zijn de aanroutes, wat zijn de bijzondere objecten, wat zijn de dingen waar we rekening mee moeten houden, spoorwegovergangen, locatiebepalingen, dat kun je allemaal terughalen. Je krijgt de meldingen binnen en je bent hier in de meldkamer ben je in functie als coördinerend. Centralist, ja. Centralist. En als brandweerman ben je gewoon letterlijk op de werkvloer bezig. Ik ben gewoon op de werkvloer lekker bezig met mijn manschappen. Ja. En ja, dat is eigenlijk de warme kant. En op de meldkamer praat je over de koude kant. En dat is een hele mooie combinatie om dat samen met elkaar te kunnen doen. Het is wel een beetje een grappige woordspeling, moet ik zeggen, de warme kant. Ja, maar zo is het wel. Kijk, dit is de koude kant van de brandweerwereld. En de repressieve taken, dus echt het brandweerman zelf, dat is de warme kant. Heb je daar bewust voor gekozen, die dubbele functie? Nou, ik heb gekozen om brandweerman te worden in de vrijwilligerswereld. Mm-hmm. Ik ben in 1991 begonnen als brandweerman in Dodewaard. En ik ben tot op de dag van vandaag nog steeds brandweerman. En in 2001 heb ik de keuze kunnen maken om van mijn hobby eigenlijk werk te maken. Zijn de centralist brandweer. En dat doe ik nu ruim 10 jaar en met alle plezier. Het is gewoon een hele leuke combinatie om dat één op één met elkaar aan te laten sluiten. Elke maandagavond wordt er door de brandweer op of om de kazernes in de Overbetuwe geoefend. Groep Oosterhout oefent verkennen en redden bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het betreft hier een auto met 1 of 2 bedwelmde inzittenden. De auto legt chemicaliën. De aard van de chemicaliën is onbekend. Nadat een eerste verkenning is uitgevoerd en het veilig wordt geacht de inzittenden uit de auto te halen, gaat een tweede ploeg op onderzoek naar de aard van de chemicaliën. Daarbij wordt aparte kleding gedragen die bescherming biedt tegen giftige of bijtende stoffen. Het volgen van de juiste procedures bij dit soort calamiteiten is het doel van de oefening.
Terug in de zogenoemde veilige zone. De brandweerauto met bemanning blijft in verband met de onbekendheid van de stoffen op afstand. Melden de verkenners hun bevindingen aan de bevelvoerder. Omdat de inhoud van een van de vaten niet direct te achterhalen is, wordt, voordat verdere actie wordt ondernomen, de komst van de ROGS, de regionaal officier gevaarlijke stoffen, afgewacht. Het verbeteren en op peil houden van kennis en vaardigheden is een belangrijke activiteit van Brandweerkorps Overbetuwe. De brandweer moet immers altijd paraat staan voor de meest uiteenlopende calamiteiten en heeft daarmee een zeer verantwoordelijke taak op het gebied van veiligheid. Naast de wekelijkse oefeningen op maandagavond wordt er, veelal op de zaterdag, elders in het land geoefend, bij speciaal daarvoor ingerichte oefencentra. We treffen groep Els met Dennis in Amdelde, waar een groot brandweeroefencentrum is gevestigd. Deze oefenlocatie is een nagebouwd dorp met onder andere woonhuizen, kantoren en fabriekspanden. Onder zeer realistische omstandigheden, waarbij het vuur hoog wordt opgestookt, worden diverse scenario's geoefend. In het garagebedrijf een ongeval met een tankauto. Daar is een slachtoffer onder bekneld geraakt. Er is brand uitgebroken door lastwerkzaamheden. Een andere collega is weggerend, geschrokken. Daardoor is er brand ontstaan en de acetylene zuurstofstel is ook in de directe nabijheid van de brand. Dus er zijn zwaartepunten genoeg voor de bevelvoerder en zijn mensen om dit op de goede manier op te lossen. En hij mist zijn dochter. Waarschijnlijk dat zijn dochter boven zit. En dat betekent dus dat ze in dit geval kelderprocedure gaan krijgen. Kelderprocedure betekent eerst dat ze de begane grond even snel moeten verkennen. Kijken of daar een vuurhaard is of iets dergelijks. Daarnaast gaan ze dan de kelder kelderprocedure toepassen. De vuurhaard onder controle zien te houden en de kelder doorzoeken. Kijken of er eventueel slachtoffers binnen zijn. Bij de container wordt geoefend in het volgen van de juiste deurprocedure om daarmee het zogenoemde RSTV-verhaal, dat staat voor rook, stroming, temperatuur en vlammenfront, onder controle te krijgen. Door de brand in een gesloten ruimte daalt aanvankelijk het zuurstofgehalte van de lucht in die ruimte en daarmee de concentratie van brandbare gassen tot onder de explosiegrens. Brandbare gassen ontvlammen dan niet. Doordat een deur geopend wordt, stroomt plotseling veel verse lucht binnen. De gassen krijgen ineens genoeg zuurstof om te verbranden. Er ontstaat dan een explosieve ontbranding. Dit is een uiterst gevaarlijke situatie. Is dat nou dat teamgevoel? Hè? Dat is iets heel bijzonders bij de brandweer. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Dat is een hele mooie vraag. Gevaarsaspecten spelen zeker mee, dus je bent extra alert op elkaar. En ja. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke factor is, waardoor je extra meer naar elkaar toe groeit. Dus het begint al in feite bij het gevoel dat je sterk bent voor elkaar en dat je voor elkaar, voor elkaar zorgt. Maar jullie zullen ook wel ervaringen hebben waardoor dat weer versterkt wordt. Ja. Je krijgt een soort teambuilding, echt een teambuildingsgeval. Want bij ons binnen de brandweer werk je altijd samen. Als je samen met z'n tweeën een pand binnen gaat om een klus te gaan klaren, een woningbrand, dan moet je vertrouwen hebben in degene die naast je loopt. Ja. En dat maakt het al een hele sterke binding, een hele sterke chemie. En dat is zowel bij de oefenavonden als in de daadwerkelijk inzet is dat zo. We spelen ook onderling wedstrijden met elkaar, de oefenavonden en dat soort dingen. Het is altijd keihard werken, maar na het keiharde werken is er altijd even een moment van rust en een babbeltje en een lach en als het moet een traan, maar we zijn er altijd voor elkaar. Ja. Ik ken zelf niet heel veel mensen uit Els, omdat ik dus oorspronkelijk uit Els kom, maar aldoende leer je mensen kennen. Ja.
En je komt soms wel eens een keer mensen tegen dat je zegt van, hey, daar hebben ze een keer een brandje gehad. Of hey, daar ben je eens een keer geweest bij een ongeval. Mm-hmm. Maar dan ben je altijd als een andere persoon ben je daar aanwezig. Ja. Kijk, ik loop door de week loop ik niet met mijn bluspak en mijn helm op en mijn ademluchttoestel door Albert Heijn heen te shoppen. Nee. Snap je wat ik bedoel? Of bij de C1000 of een andere vestiging. Maar die mensen die herkennen je dan niet. Maar jij kent die mensen wel. Ja. Ja. Ja, ik doe 20 jaar en ik doe het al 20 jaar met plezier. En mensen om me heen ook, die zeggen allemaal van ja, Dennis, is brandweer. Ja. Zou ik ooit in mijn leven zeggen van ja, ik stop met de brandweer, om wat voor reden dan ook. Dan zullen de meeste mensen me echt aan staan kijken van ja, je maakt een grapje. Dan word je ziek. Want dat doe je niet. Nee. Dus op het moment toen ik eraan begon, had ik ook eigenlijk nog geen idee. Pas later, toen je een jaar, anderhalf jaar erbij zat, dan kreeg je een beetje idee van wat de brandweer nou eigenlijk inhield. Ja. En hoe lang geleden is dat nou, dat je eerste kennismaking? Dat is nu een 7 jaar geleden. Ik zit nu een 7 jaar bij de brandweer, dat ik officieel aangesteld ben. En als je dan die 7 jaar terugkijkt, dan zeg je nou, dit is het en er komen er voorlopig in ieder geval nog 7 bij? Of, ja, minimaal. Minimaal? Minimaal 7. Het is een hobby die heel verslavend is. Ja. Als je er eenmaal mee besmet bent, dan heb je bij de constant mee bezig. Je denkt erna van hoe zit dit, hoe zit dat. Als je onderweg dingen ziet, dan leg je al heel snel de link met de brandweer. Dus dat is zeker niet iets waar ik op korte termijn afscheid van zal nemen. Nee. Het is meer als alleen maar een hobby. Een hobby waarin je toch in noodgevallen voor mensen klaarstaat. Dat kan van alles zijn. Dat kan van een brandje zijn tot een buitensluiting, tot iets serieuzer als bijvoorbeeld een reanimatie. Dat besef dat je ook echt met iets goeds bezig bent. Een stukje samenwerken, een stukje teamgevoel wat je hebt, vriendschap binnen een groep wat je hebt, dat is best wel, je bent best wel close met elkaar. Ja, dat maakt dat voor een heleboel mensen ja, toch echt best wel diep zit. Wij volgen Jip en de groep Valburg bij de oefening Verkenning met ademlucht en toegang forceren. De oefening vindt plaats in een oud schoolgebouw in Heteren. Deze locatie is voor de groep nieuw. En dat betekent dat qua verkenning niet teruggevallen kan worden op al aanwezige bekendheid met het pand. Het gaat bij deze oefening met name om het toepassen van de juiste technieken. Gedurende de verkenning zijn de brandweerlieden geblinddoekt en daardoor volledig afhankelijk van aftasten en aanroepen. Ik zag jullie bij die oefening toen jullie naar binnen gingen. Toen kregen jullie de instructie rechtsom verkennen. Ik heb het ook gehoord linksom. Maar wat is daar de reden van dat je dat als instructie meekrijgt? Een bevelvoerder staat buiten en die zit alleen maar de buitenkant van een pand. Van een hal of van een school of van wat dan ook. En die kan alleen maar de buitenkant zien in eerste instantie. Die moet een beeld krijgen van nou, hoe zitten de ruimtes in elkaar? Waar liggen mogelijk de slachtoffers? Die moet de ruimte verkend hebben, maar die moet dat systematisch gedaan hebben. Hij zegt dan tegen bijvoorbeeld ploeg 1, jullie gaan linksom verkennen. Ploeg 2, jullie gaan rechtsom verkennen. En daardoor kan hij, als die ploeg weer allebei rondgegaan zijn, die zijn elkaar tegengekomen, zeggen van nou, de rechterkant is helemaal gedaan, de linkerkant is helemaal gedaan. We weten zeker dat deze ruimte helemaal afgesloten, helemaal afverkend is. We kunnen dat terugkoppelen aan de bevelvoerder. En die kan zo stap voor stap het hele pand in kaart krijgen en krijgen van oké, ik weet zeker dat ik alle ruimtes systematisch verkend heb. Ja. En dan hoorde ik ook de kreet cirkelen. Ja. Die heb ik nogal een paar keer gehoord. Wat moeten we daarbij voorstellen? Cirkelen is ook een methode van verkennen. Op het moment dat je door een deur heen gaat en je komt in een nieuwe ruimte, dan kun je heel snel met z'n tweeën aan elkaar, kun je een stuk rondom de deur kun je heel snel verkennen. Dat is een stuk van 2 tot 4 meter, zeg maar, mm-hmm. wat je aan elkaar kunt verkennen. Dat doe je heel snel wanneer je binnen bent. Hou je elkaar vast, maak je een korte cirkel om de deur heen, weet je zeker dat daar niemand ligt. Want als er een slachtoffer is en die ziet rook of vuur of wat dan ook, die zal altijd proberen om naar de deur toe te gaan. Dus daar is ook de kans het grootste dat je daar het slachtoffer vindt. Ja. Want dan zijn jullie met z'n tweeën, ik zag dat jullie elkaar ook vasthouden. Heb je dan alle twee een specifieke rol? Ja, je hebt inderdaad 1 en 2. Nummer 1 die loopt voorop, nummer 2 die loopt achterop. Je hebt altijd een specifieke rol. Nummer 1 die verkent, je hebt ervan uitgaande dat je niks ziet, dan zul je alles op de tast moeten doen. Ja. Nummer 1 die komt dus dingen eerst tegen, die moet zijn eigen gelaat beschermen, met zijn ene hand moet hij zijn eigen gelaat beschermen. Ja. En met de andere hand zal hij de muur, want je loopt altijd langs een muur of langs een vast object, die zal hij de muur af moeten tasten. Ja. Voor deuren, ramen, kasten, doorgangen, verzin maar wat hij tegen moet komen, dat benoemt hij.
nummer 2 die achterop loopt, die voelt dat ook. En die zegt, oké, we hebben hier een kastdeur. We hebben nu 1 deur voorbij gegaan en de tweede deur zijn we rechtsaf gegaan, bijvoorbeeld. Daardoor, doordat je elkaar controleert, zul je ook uiteindelijk, als je terug moet, de weg weer terug kunnen vinden. Zeggen van, nou, we hebben 1 doorgang en dan gaan we linksaf bij de deur. En dat doe je met z'n tweeën. Maar dat betekent volgens mij dat je dan een heel erg goed geheugen moet hebben. Ook nog een keer. Je moet daar inderdaad een goed geheugen voor hebben. Ja. Je moet ook niet alles gaan benoemen. Je moet ook niet zeggen van, ik heb hier een lichtschakelaar, ik heb hier een prullenbak, ik heb hier een keukenkastje. Je moet alleen de belangrijke, duidelijke dingen moet je benoemen. Ja. Een deur, een grote kast, een nis. Die dingen waarvan je zeker weet van, oké, bij de nis gaan we linksaf en dan ga je verder. En dat benoem je. Je benoemt het. Nummer 2 die benoemt het ook. Je zegt het hardop en daardoor kun je het onthouden. En kun je zeggen van oké, bij die nis, daar zijn we linksaf gegaan, dus we moeten nu terug die kant op. Naast het ademlucht lopen en verkennen, hebben we nog een tweede activiteit gezien die avond. Dat was toegang forceren. Ja. En dat toegang forceren, daar gebruikten jullie een kettingzaag voor? In dit geval was het kettingzaag inderdaad, om de reden dat het was een houten deur waar je gemakkelijk doorheen kon komen. Je maakte er eerst een soort, voor mijn idee, kijkgat in. Ja. In plaats van, ik dacht, het is haast en druk en allemaal ellende van huppakee eruit met dat die deur. Klopt, maar heel snel de kettingzaag aanslingeren en de gat erin zagen dat je er doorheen kon lopen. Ja. Alleen je moet er rekening mee houden dat op het moment als je een kettingzaag, die gaat zo door een deur heen. Dus die gaat ook zo door een persoon heen. Op het moment als er per ongeluk iemand achter de deur zou liggen. Ja. En je zaagt in één keer van boven naar beneden. Ja. Daar kan het wel eens vervelend aflopen met de persoon die toevallig achter de deur lag. Daarom maak je eerst aan de bovenkant maak je een kijkluikje. Ja. Om te kijken van oké, is het veilig daarachter? Kan ik veilig van boven onder een doorgang zagen? Ja. Je noemt net de ram bijvoorbeeld. Die kan bijvoorbeeld prima met een afdraaiende deur kan die prima gebruikt worden. Ja. Maar op het moment als een deur naar je toe komt, dan kun je een ram rammen wat je wil. Maar dan moet je het hele kozijn eruit slaan en dat gaat ook niet. Ja, nee, dat snap ik. Ja, dat is ook een van de redenen om voor een ander hulpmiddel te kiezen. Ja. We zijn bij de groep Zetten, de groep waar Lisbeth bij betrokken is. En waar op deze oefenavond het reanimeren centraal staat. De instructie wordt gegeven door 2 daartoe opgeleide ambulanceverpleegkundigen. Brandweer en reanimeren. Bij veel inwoners van onze gemeente is deze vorm van hulpverlening door de brandweer niet bekend. Hierdoor kan het voorkomen dat de brandweer pas met reanimeren kan beginnen nadat is uitgelegd waarom zij ter plaatse is en niet de ambulancedienst. Belangrijke minuten verstrijken dan. Bij het vermoeden van een hartstilstand en noodzaak tot reanimatie telt iedere seconde. Er moet dan zo snel mogelijk gehandeld worden. De brandweer zit dicht op de dorpskernen en kan daardoor vaak sneller dan de ambulance ter plekke zijn. Juist de eerste minuten zijn cruciaal en doorslaggevend bij een reanimatie. Enkele jaren geleden is dan ook besloten ook de brandweer in te schakelen bij reanimatie. Brandweermensen zijn opgeleid om de eerste levensreddende handelingen bij een hartstilstand te verrichten. Terwijl de ambulances nog onderweg zijn, beginnen zij alvast met de hulpverlening aan het slachtoffer door middel van het aanbrengen van de zogenaamde AED, de hartdefibrillator, het reanimeren en het beademen. De volgende maar. Houd afstand. Analyseert nu. Houd afstand. Schok geadviseerd. Oké, alles vrij. Afstand houden. Afstand houden. Houd afstand. Druk in voor schok. 1, 2, 3. En doorgaan. Bij reanimatie, we worden allemaal gealarmeerd. En net als bij een normale alarmering komen we ook met z'n allen naar de kazerne. En dan is de afspraak dat zeker de eerste 3 mensen die aanwezig zijn, dat die uitrukken naar een FVB. Normaal gesproken rukken wij inderdaad uit met een voertuig. Daar zitten 6-7 mensen in. Maar bij een FVB gaan we dat bewust ook niet doen. Omdat er zijn al vaak heel veel mensen ook al aanwezig. Denk aan wij komen er als brandweer, maar je hebt natuurlijk de mens zelf en de familie.
En de ambulance die daarbij komt. Nou, de mensen van het SMS-alert komen daar ook nog eens een keer bij. Dus je kunt verwachten dat je dan, als je in een relatief kleine woning zit, dat je dan al te veel mensen op één hoopje krijgt. En dat is de reden dat we ook eigenlijk maar met 3 mensen uitrukken. En dan hebben we het hier over een chauffeur. We hebben het hier over een bedienaar en we hebben hier over een helper. Nou, Lisbeth, ja, we staan hier in een prachtige omgeving, hè? Lekker weer. Maar we gaan het over iets heel anders hebben. Een deel van jouw leven bij de vrijwillige brandweer. Hoe lang doe je dat al? Ik ben erbij gekomen eind 2003. En ik ben in 2004 ben ik de opleiding gestart. Ik werk in een team. De groep bestaat uit merendeel mannen natuurlijk. Blijft toch ook een mannenwereldje. Hoe voelt dat? Word je volledig opgenomen binnen het team? Ben je volwaardig? Ben je gelijkwaardig? Hoe voelt dat als vrouw? Nou, ik had in het begin, natuurlijk is het altijd even aftasten. Het is inderdaad een mannenwereld. Maar ja, ik vind zelf dat ik daar gigantisch in ben opgenomen. Ja. En natuurlijk, het verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn gewoon sterker als wij vrouwen. Ja. Maar bij brandweer doe je dat toch nooit alleen. Ik ben getrouwd, ik heb 3 meiden, waarvan er nog 2. De 2 jongsten wonen dan nog thuis. Die zijn nog niet zo ver dat ze op zichzelf kunnen gaan wonen. En ja, dat is af en toe wel. Ik heb daar een baan bij, op dit moment 32 uur. Ja, ja. Dus dat is af en toe wel aan poten, ja. Ja. Ja, waarom ben je bij die brandweer gegaan? Ja, nou, dat is eigenlijk. Mijn man die werd benaderd om bij de vrijwillige brandweer te komen kijken. Toen had ik eigenlijk al iets van, oh yes, ja? Dat zou ik ook wel willen. Ja, ja, ik wilde vroeger ook graag in militaire dienst. Dus misschien dat het daar, ben opgegroeid met 3 broers, heeft misschien ook iets mee te maken. Ja. En toen had ik iets van, oh dat lijkt me gaaf zeg. Maar oké, mijn man is bij de vrijwillige brandweer gegaan. Nou, ik hobbelde daar natuurlijk ook mooi in mee. En op een gegeven moment had ik echt van, oh, wat een prachtig vak. Ja, ja. Geweldig. Zo divers ook. Je maakt zoveel verschillende dingen mee. Je doet het samen. Ja. We hebben gewikt en gewogen. Ja. En toen hadden we toch iets van, nee, ja, ik moet toch ook maar bij die brandweer. Ik ben een vrouw. Ja. Het is een mannenwereld, maar ik stap erin. Ja, ja. En ik heb daar ook nooit geen spijt van gehad. Nee. Want ik vind het tot op de dag van vandaag vind ik het mooiste beroep. Ja. Absoluut, ja. Ik wil heel even naar de persoon, zeg maar, naar Joop. Ja. 20 jaar toen je bij de brandweer kwam. Ja. Inmiddels ben je, hoe oud? 58. 58, ja. Nou, er is een periode dat ze zeggen, brandweer, zoveel dienstjaren, ja, stoppen. Ja, dat klopt. Dat was mijn 55 en dat is nu verlengd tot wat de keuring aangeeft. Ja. En als de conditie goed blijft en je kunt het zelf nog en je loopt niet in de weg en je kunt nog wat betekenen, ja, dan kun je nog mee blijven doen. Maar je voelt zelf ook wel aan wanneer dat je het niet meer aan kunt of dat het te veel wordt. Of maar je dat had je het gewoon stoppen. Niet meer kunt trekken. Je had ja, je was kunt geen eigenlijk. Optie? Nee, het is geen optie. Voor mij niet. Waarom nee. Ja, gewoon hartstikke goed om nog alles te kunnen doen. Waarom vind ik het zo mooi? Ja, het is heel simpel om mensen te kunnen helpen die echt het nodig hebben. En dat gebeurt toch best wel vaak. Het kunnen kleine dingen zijn waar je even bij komt. Of een reanimatie waar je even bij komt. Wat de ambulance dienst komt, waar je er omheen nog wat dingen doet. Even met de mensen praten. Ja. Wat hulp bieden. Dat zijn vaak kleine dingen. En ja, toch doe je dat dan met plezier. Beheers je hele leven. En je moet wel een thuissituatie hebben die dat ook aankunnen. En die dat ook willen en ook leuk vinden. Ja. Dat is ook geen probleem. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Voor iedereen. Even terug naar het moment van dat je op je eigen werk bent. Hè? Dat, Precies, je bent aan het werk in je aannemersbedrijf en ja, in één klopt. Keer gaat de pieper. Letterlijk, van het moment dat die pieper gaat, wat gebeurt er? Nou, dan wordt alles aan de kant gegooid en dan vlieg ik naar de garage en dan gaan we aan de gang. Ik weet dat er even een bijzonder tussenstukje zit, hè? Want je vliegt naar de kazerne, zeg je. Maar er zit nog iets tussen. Hoe ik er naartoe ga. Ja, ik heb zo'n sluippaadje en dat is over het kerkhof heen, tussen de struiken door. Ja, dat is gewoon de kortste weg, anders moet ik helemaal om het gebouw heen. Dus ja, dan vliegen we met z'n allen hier op het bedrijf onderwezen. We hebben nog 2 mensen in dienst, twee jongens die bij de brandweer zitten. Dus zijn ze op de zaak of in de werkplaats, ja, dan is het een ren over het kerkhof naar de brandweergarage toe. Ja, goed, dat is natuurlijk ook de kortste een leuk tussenweggetje. Ja, 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 ja. Nou, en dan kom je op de kazerne en dan de auto's staan allemaal klaar. Ja, die staan klaar. Dan is het deur los, het alarm eraf en dan pak aan de zo snel mogelijk. Ja.
Ja, en als we op de zaak zijn, dan is dat ongeveer 2 minuten, dus dat is lekker snel. Ja. Allemaal in het voertuig. Ja. Dus we hebben een ongevalsmelding, er is een auto te water in de Polderstraat. Ja. Dan gaan we nu ter plaatse roepen even de AC op. Chauffeur eigen route bekend. Chauffeur rijden. We delen even de ploegen. Ja. 1 en 2. Ja. Jullie, 3 en 4. Jullie. Ja. Oké, jongens, zet de persoon in. In. Vraag even om de ambulance en de politie te plaatsen. Ja. AC wil u ambulance en de politie te plaatsen, dat komt over. Stop met de kruising direct. Ja, de oké, 1 en 2, jullie doen zo het waterpak aan. 3 en 4, nummer 3 is onder verzorger. Oké. Nummer 4, veiligheidsman. De HV, het hulpverleningsvoertuig, rijdt mee. Hierin zit specialistisch redgereedschap. Dit voertuig dient min of meer als materiaalauto. Het voertuig kan voor alle posten worden ingezet. De bemanning is herkenbaar aan de rode helmen. De HV rijdt voorbij het voertuig. Voor de opstapplaats vrijhandel voor de HV. Okay. Neem even contact op zo met de 4171. Okay, mevrouw, ik kan het niet de toek zetten in verband met de parkering op de weg. Die ligt er even voor. AC 4131 ter plaatse over. Kijk jongens. Even observeren jongens. Stoppen. Ja, stop. Ja, stopzone. Uitstappen, veilige zijde. Veilige zijde. Ja, ik kom eraan jongen. 4171. Als jullie oprijden tot bijna het voertuig, dan gebruiken we de klapschijf over. Oké, jongens. Ja, we rijden op tot dat voertuig voor gebruik. Oké. De achterdeur los? Dat weet ik niet. Hij is hier. Ik heb hem niet op slot gedaan straks. Oké, jongens, hoe is het met waterpak? Misschien dat je even bij hem heel voorzichtig een beetje gerust kunt stellen. Ja, we zijn nog bij hem. Ik weet niet of hij eruit kan. Het zal moeilijk zijn. Kijk even. 4131 met nader bericht, persoon te water, is goed te pas. We proberen mijn voertuigen al eruit te trekken over. Ja, dan moet je hem nog lussen, denk ik, Dennis. Ja. Wel voor de klapschijf is gemonteerd. Ja, oké. Allemaal aan de kant, jongens. Oké, jongens. Allemaal het water uit. Iedereen aan de kant. Even de pion iets weg. Even eruit komen, jongens. Voor de veiligheid. Even eruit. Ja. Nummer 1, water uit. Geef hem een hand. Oké. Ja, Lier. Doordraaien, niet meer stoppen. Doordraaien. Oké, maat, die komt eruit, hè? Zo. Doordraaien. 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 Stop. Oké, blok hier erin. Red plank erbij. Hebben jullie al de vrouw voor mij gebeld? Dat gaan we zo doen. Als jij op de plank legt en dan is het klaar en dan nemen we het nummer van je op en dan ik heb het koud. Ik ga het ondertrekken. Ga maar liggen. Ga maar gauw liggen.
We gaan je vrouw zo bellen. Ja. Komt goed. Oké. We weten waar we in toe afvoeren, dus kom goed. Ik ga de last van mijn hoofd. Bij drie oppakken. 1, 2, 3. Voorzichtig hier overheen stappen. Die kant op, die kant op, voorzichtig. Ja? Oké, okay. Ambulance staat achter het voertuig. Ambulance achter het voertuig. Voorzichtig, hè? Voorzichtig. 4131, slachtoffer is met de ambulance mee naar de Rijnstaat, over. Slachtoffer met ambulance mee naar Rijnstaat, begrepen. Oké, okay, jongens, gaan we even de boel afkoppelen totdat de berg inkomt. Kunnen we verder alles inpakken? Inpakken bijvoorbeeld? Ja? Oké. Okay. Okay. Inpakken. Inpakken. Inpakken, jongens. Inpakken. 4131 over. 4131. Terwijl Joop en zijn manschappen na de inzet weer terugkeren naar de kazerne, spreken wij met mevrouw Marit Intema, waarnemend commandant van Brandweer Overbetuwe, over het reorganisatieproces waarin Brandweer Nederland verwikkeld is en de eventuele gevolgen daarvan voor de Overbetuwe. We hebben nou een goed draaiend team aan het werk gezien. Dan zeg je never change a winning team. Mm-hmm. Maar we lezen in de krant, we horen via de radio, de televisie, dat Brandweer Nederland op dit moment in een groot reorganisatieproces zit. Kunt u daar iets over vertellen? Dat klopt. We zijn als brandweer hard bezig met het regionaliseren. Dat is iets wat in de afgelopen jaren gebleken is. Dat wij als brandweer een efficiëntere en slagvaardigere organisatie moeten worden. En de Rijksoverheid heeft besloten om dat vorm te geven door de regionaliseringsslag te maken. En dat betekent dat wij één gezamenlijke brandweer krijgen. Nu bestaat de brandweer nog uit verschillende gemeentelijke korpsen. En een regionale brandweer die zeg maar als een paraplu over die gemeentelijke korpsen heen fungeert. En straks zullen wij allemaal onder één paraplu vallen. En dat zal dan in ons geval voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden zijn. Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat de brandweer Overbetuwe als zodanig in zijn huidige structuur gaat verdwijnen. Wij zullen als het zijnde brandweer Overbetuwe inderdaad ophouden te bestaan. Maar de organisatie zal waarschijnlijk wel zo blijven zoals het nu is. Dus de posten blijven gewoon op de huidige plekken. De mensen blijven daar ook. Maar hoe de organisatie erboven gaat fungeren, dat moet nog de komende 2 jaar blijken. Ja, daar als inwoner van de Overbetuwe ga je, als je al die berichten leest, toch ook wel eens af en toe zorgen maken. Hè? Tegenwoordig alles wat gereorganiseerd wordt, betekent automatisch ook bezuinigen, kostenbesparing. Mm-hmm. Betekent dat dan ook wat je wel leest, dat er kazernes gaan verdwijnen bijvoorbeeld? Het voornemen is niet om kazernes te laten verdwijnen, want we leveren een brandweerproduct. Hè? Dat is ons product wat we leveren en dat willen we ook zo goed mogelijk blijven doen. Dus eigenlijk moet de regionalisering juist bijdragen aan een nog efficiëntere en slagvaardigere organisatie. Eigenlijk betekent dat dus dat wij er als inwoners van Overbetuwe niet zo heel erg veel van gaan merken. Als het goed is, denk ik dat jullie er zeer weinig van merken. Want de mensen blijven beschikbaar, de posten blijven open. Maar op een hoger niveau zal het wel merkbaar zijn. En dat is met name voor de organisatie zelf. Ja. De buitenwereld zal daar minder mee te maken krijgen, ja. Dan wil ik u hartelijk danken voor het gesprek. En ik wil graag afsluiten met u veel succes toe te wensen. Dank u wel. Bij het mede vormgeven aan het veranderingsproces. En daarnaast complimenten voor de manier waarop Brandweer Overbetuwe op dit moment is georganiseerd en werkzaam is. Want ik moet zeggen, daar zijn wij zelf al wel heel erg enthousiast over geworden. Mm-hmm. Ja, wij ook. Ja. Wij zijn ook heel trots op ons korps. Ja, nou terecht. Ja. Dank u wel. Dank je wel. Het is een vak wat me boeit en ik doe 20 jaar. Ik hoop het nog 20 jaar te kunnen doen, maar wij spreken. Dus. Tof. Ja, maar je dat had je het kunnen stoppen. Niet meer kunt trekken. Je had kunnen stoppen. Ja, je was kunt geen eigenlijk optie? Nee, is geen optie. Voor mij niet. Waarom nee. niet? Nee. Ja, gewoon hartstikke goed om nog alles te kunnen doen. Want ik vind het tot op de dag van vandaag vind ik het mooiste beroep. Ja. Absoluut. Ja. Ik zit nu 7 jaar bij de brandweer, dat ik officieel aangesteld ben. En als je dan die 7 jaar terugkijkt en zeg je nou dit is het en er komen er voorlopig in ieder geval nog 7 bij? Of, ja, minimaal. Minimaal. Minimaal 7.